Goedemiddag allemaal. Het seizoen van de verse dopetten is weer begonnen, zoals u ook hebt kunnen zien en lezen in de primeur. We beginnen met de Spaanse, vaak een wat groter etje. Daarna gaan we verder met de Franse en de Italiaanse en hebben we iets meer keus in de maat van de et. Hollandse rabarber uit de kas. Een culinaire groente bij uitstek. Wordt niet meer zo vaak thuis bereid, dus juist heel verrassend om te eten bij u in het restaurant. Als u het leuk vindt om met de paasdagen mooie gele bloemen te gebruiken, dan hebben we verschillende soorten, verschillende smaken. De ene bloem kan u in zijn geheel gebruiken en de andere bloem is juist leuk om te strooien. Het Nederlandse aspergesseizoen is nog nooit zo vroeg begonnen. Desondanks verwachten we volgende week geen 100% koude grond. Geen punt natuurlijk, we hebben kas, we hebben voorverwarmde bedden, dat doen ze met warm water, of eventueel blaastunnels, dat zijn tijdelijke overkappingen waar ze warme lucht in blazen zodat de groei erin blijft. Naast de AA extra wit hebben we voor elke toepassing verschillende keuzes. U kan kiezen uit koppen of stukken, du marché, de wat goedkopere asperge als dat nodig is voor een bepaald gerecht. En natuurlijk hebben we ook de mooie queenies, rauw te eten.